Ja, als je kijkt naar het ambitieniveau van onze strategie, ja, dan denk ik wel dat het goed is als wij zeg maar een maximale impact op onze omgeving weten te realiseren met de beschikbare middelen. Neemt niet weg dat er druk zit op de financiën en dat het echt de kunst is om uit de beschikbare financiën zoveel mogelijk zorg en capaciteit en infrastructuur te halen en op die manier je rol voor de omgeving te vervullen. Nee, ik denk niet dat onze ambities overambitieus zijn, want ik denk dat we ook doen wat de samenleving van ons vraagt. En dat is gewoon de best mogelijke zorg leveren die er op dit moment mogelijk is. En natuurlijk heeft dat een prijskaartje. We hebben heel veel investeringen op de rol staan in de komende periode. En voor honderden miljoenen, zou ik bijna zeggen. Maar een van de investeringen die heel veel geld kost in de komende tijd is het nieuwe gebouw in Elst. Maar ook het nieuwe laboratorium voor de microbiologie en de klinische chemie in Elst. Net op een andere locatie. En wat ik erg mooi vind, is dat wij als eerste ziekenhuisvoorziening in Elst die locatie op waterstof als energievoorziening gaan laten draaien. Duurzaamheid is een belangrijk thema, omdat dat via wetgeving, maar ook maatschappelijk van ons verwacht wordt. We proberen daar al langer op in te spelen. De core business is de patiëntenzorg, maar snel daarna komt duurzaamheid als thema. Wij voeren heel vaak gesprekken met nieuwe mensen, nieuwe medisch specialisten, nieuwe medewerkers. En in 90% van die gesprekken wordt door nieuwe medewerkers gevraagd aan ons, wat doen jullie eigenlijk met duurzaamheid? En dat geven we vorm door bijvoorbeeld al die zonnepanelen die we overal hebben liggen. Door een programma rond de groene OK, hè, dus al dat materiaal wat weggegooid wordt, de luchtbehandeling die de hele dag staat te draaien. Deze strategie is ambitieus en ik denk dat het goed is om ambities te hebben. Want dan ga je ervoor werken en als je je personeel meekrijgt, dan denk ik niet dat het overambitieus is. Maar gezien de beschikbare budgetten is het wel belangrijk dat we voortdurend met elkaar in gesprek blijven. De vraag wordt alleen maar met de vergrijzing steeds meer, maar ook de verdere innovatie maakt zorg duurder. En de oplossingen die daar nu voor aangeleverd worden, digitalisering en juist zorg op de juiste plek en dergelijke, gaan niet de besparing opleveren die men daar hoopt. Dus dat blijft een gevecht. Wij als Rijnstaat hebben nog steeds de mogelijkheid gehad om gerustig wat door te groeien. Maar we zullen daar aandacht voor moeten blijven vragen, ook landelijk. Dus niet onze ambitie bijstellen en niet mindere zorg willen gaan leveren. Wel goed kijken waar het efficiënt kan en waar het misschien wat minder duur kan en op eenzelfde goede wijze. Dat is natuurlijk wel onze taak en dat doen we al jaren met de duurzame rendementsverbetering. Lastig ding. Daar kunnen we wel doen, maar niet onze ambitie bijstellen. En als je me dan vraagt, zijn wij overambitieus? Dan denk ik, zou ik bijna zeggen, shoot for the moon. Even if you miss, you will land among the stars.